Sinds gisteren hebben wij een jonge schollekster binnengekregen. Deze is geraakt door een automatische grasmaaier, zo'n grasrobot. Die we tegenwoordig heel veel hebben, althans een aantal mensen. En het moet het dan het makkelijk maken om het gezond te maaien. Alleen hij herkent in de meeste gevallen de beestjes niet. En in dit geval was deze jonge schollekster de klos en is geraakt door het apparaat. Hij heeft een heel stuk van zijn vel is eraf. En van een beetje vlees van de keel. En het beestje is er gewoon heel slecht aan toe. Ik denk ook niet dat het gaat halen. Ja, we zien het veel bij de weidevogels die dan toch de grotere tuinen opzoeken, dus waar dan dus zo'n robot is. Maar we zien het ook in de herfst straks weer veel bij de egels. En dan zijn die weer de klos en dan worden die weer half doodgemaakt en dan komt het opnieuw. Nou ja, je ziet het ook groot terug natuurlijk op de landerijen, bij de werktuigen met grote maaimachines. Die zijn ook funest als de boeren er niet op letten. Er zit vooral rond deze tijd zoveel jonge vogels in het mooie lange gras. En ik denk dat we dat gewoon ook niet moeten vergeten, want er wordt toch wat te vaak gekeken naar de vos, de kraai en de roofvogel. Krijgen die de schuld? Maar daar zijn we het niet altijd mee eens. Daarnaast is het natuurlijk ook altijd de kwaliteit van de zee, van het water, van het leven. Want ze eten natuurlijk van al het leven wat in de zee is. Dus ik denk dat het gewoon een taak is met z'n allen om daar gewoon heel goed op te passen en op te letten. Dat we dat zo goed mogelijk houden en zo schoon mogelijk. En ja, wij zelf zien het hier ook. We hebben toevallig, ieder jaar hadden we twee broedpaardjes. We hebben op dit moment maar één. En als ik de weg uit ga, dan hadden we voorheen ook altijd broedpaardjes van schoolexters. Maar die zie ik ook niet meer. Dus wat dat betreft zien we het hier ook terug inderdaad.